Zo ook dit jaar weer, je begrijpt wel, ook wij hebben natuurlijk tot op heden niks betaald gekregen aangaande de laatste dranklevering. En voor mij is er een groot bedrag wat er open staat en de drank is natuurlijk lang op. Je hebt er wel telkens op tv boeven over al die zielige artiesten die nu de dupe zijn geworden. Maar het zou je sieren als je niet onvermeld laat dat de tevens MKB-ondernemers zoals ik hierdoor zeer zwaar getroffen worden. En niet alleen de artiesten. Dat is waar er is een hele wereld omheen. Van decorbouwers, lichtmensen, geluidsmensen, mensen die drank leveren, die gedupeerd zijn. Het is echt een enorm drama aan het worden. Woensdag de persconferentie van Marco Borsato. Vanmiddag ook nog een lichtpuntje. De Zuidarm. Dat is een film. Ja, wit licht. Wel niet. Gaat nu wel ingezonden worden voor de beste Oscar. Nu zeker weten. Zeker weten en anders komen we nog op terug. Philip was gisteren in het land samen met Beatrix van de 65ste herdenking van de bevrijding van Nijmegen. Ja, het was een beetje erkenning voor Nijmegen, want iedereen heeft het altijd bij die slag om Arnhem. Hè, de beroemde film Brug te Ver gaat ook over Arnhem. Maar Nijmegen was eigenlijk ook heel zwaar getroffen. En daarom was ik een speciale eerbetoon aan alle mensen die toegevallen zijn. En de koningin was daar met Prins Philip. Ik wil toch even zeggen dat hij 88 jaar is inmiddels. En dus gewoon nog steeds een vol programma heeft. En dat ook fantastisch afwerkt. Hij is colonel in chief van de Grenadiers Guard. En met die reden liep hij ook met nogal wat medailles op, moet ik zeggen. En hij maakt niet uit, zie het. Yeah. Oh, die leeftijdje valt op. Ja, precies. Maar ik vind dat ook wel heel goed hoe ze die Engelsen dat doen. Nou, hier, natuurlijk Prins Bernhard had hij tot op hoge leeftijd bezig blijft. Maar toch een neiging om hier altijd een beetje de mensen op een gegeven moment de pensioen te gunnen. Want dat is heel mooi. Maar je houdt de royals wel helemaal in het midden. We herinneren je de koningin moeder van Engeland. Die op 100-jarige leeftijd nog bloemen in ontvangst ging nemen voor haar verjaardag. Ik vind dat wel een hey, Mark, jij weet dat vast. Jij spaart volgens mij ook die onderscheidingen. Dus je hebt wel een meer of meer. Ik zie, waarom doen ze niet gewoon onder elkaar? Zou dat dan betekenen dat de een minder belangrijk is dan de ander? Ja, er is niet een echte regel voor. Dat mag even wel. Vroeger had je dat echt dat ze van onder tot boven behangen waren. En hij loopt inmiddels door. Bij Philip kun je dan zien dat ze tot aan zijn stropdas doorlopen. En dat het een soort beetje zweeft. Maar er is geen regel voor. Ik ben verbloosd, ze gaan sparen dan of zo. Ik dacht, niet dat ik ooit zoveel met deze krijg, maar ik zou om gisteren lopen. Ik dacht, nou, dat kan mooier. Maar goed, we gaan helemaal.